Bas, dank voor de uitnodiging. En het goede nieuws is, ik sluit even aan bij Loek en Paul, dat ik mijn vakantie ook deels in Tilburg heb doorgebracht. Ook samen met mijn lief. En die zit wel hier in de zaal. Dus dat is wel we zijn net op kwalificaties gegeven over leeftijden en in die zin val ik daar ook onder, denk ik. Dus ik heb wel een leeswilletje nodig. Ik heb een paar dingetjes opgeschreven, anders kan ik natuurlijk niet helemaal voldoen aan de schets die Bas gaat van het filosofisch-theoretische kader. Ja. Nou, we hebben samengewerkt, Bas en ik, in het project Cultureel Vermogen. Dat is een project wat voortkomt uit de wereld van de Centrum voor de Kunsten. Dus het is niet een of ander ingewikkeld theoretisch ding, zo zou je het kunnen zien, maar het komt echt Bodder naar voren. Daar ga ik met jullie op in en we beginnen met een film. Cultuur is overal om te zijn. En alles wat we doen is cultuur. Onze samenleving verandert steeds sneller, dus ook cultureel. Daarom hebben we ons cultureel vermogen. Het vermogen om elkaar cultureel te kunnen ontmoeten. Om ons cultureel vermogen te laten groeien zijn 4 elementen nodig. Zien dat cultuur overal is en hoe wordt gevormd door onze omgeving en onze ervaring. Inzien dat anderen anders zijn en dat we speels kunnen omgaan met die verschillen. Elkaar laten zien wat we kunnen, dingen proberen, ontdekken en daar plezier in hebben. Samen nieuwe dingen maken met een onverwacht en onbegrensd resultaat. Door te werken aan cultureel vermogen maken we uitdagende culturele ontmoetingen mogelijk en wordt onze samenleving sterker. Ga naar www.lkca.nl/cultureel vermogen voor meer informatie. Ja, je ziet hier nog een heleboel logo's van partners die erin samenwerken. Het ziet van Amsterdam is wel leuk te doen, nog al een aantal provinciale centra. En het project wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie. Dus ik heb het toch even gegeven in dat jargon van longitudinale legitimering. En ja, dat levert toch €150.000 op. Dus dat soms moet je ook wel even van de bocht hebben. Ik vind het wel heel mooi dat wat ik probeer te zeggen, aansluit bij wat Paul net zei. Dat cultuur eigenlijk alleen ontstaat, cultuur en kunst, bedrijft eigenlijk alleen in de ontmoeting tussen mensen. En dat is misschien wel de ultieme opdracht van ons als kunstdocent, als kunstprofessionals, om die culturele ontmoeting, die betekenisvolle ervaring, tot stand te brengen. En dus in die zin beschouw ik het iets meer. We hebben natuurlijk. Luc, Paul noemt ze net al, legitimering, beelden van wat is nou cultuur en hoe kijkt een overheid ernaar? Kijk alleen maar naar de provincie Brabant. Hoeveel centra voor de kunst de laatste decennium, 2 decennia zijn weggevallen, omdat de gemeente gewoon zegt, ja dat is onze rol niet. Ik ben aanstaande dinsdag in Oorschot, daar wordt dat onder andere gewoon gezegd. Ja, paardrijden subsidiëren dat ook niet, met andere woorden. Dat zijn al dingen waar we mee te maken hebben. Ook ideeën over de zelfstandigheid van kunstenaars, de ZZP'er die dan in opkomst is. Ik heb zelf ook eentje, zeg maar, een ZZP'er. En een invloed van de digitale media, dat is enorm belangrijk. Dus we hebben eigenlijk niet meer een heel consistent verhaal. Maar het mooie is dat eigenlijk iedereen in de maatschappij snapt dat ontmoeting tussen mensen enorm belangrijk is. En daar speelt cultuur een enorm grote rol. En dat is een prachtig verhaal om ons te positioneren. Dat begrijpt iedere beleidsambtenaar, iedere wethouder, ook ouders. En dat is eigenlijk de optie van cultureel vermogen, die eigenlijk zegt dat we proberen een bijdrage te leveren aan het sterke ontmoeting tussen mensen op cultureel gebied. Bas, mag ik de volgende sheet? Oh, ik kan zelf. En waar ligt ik op? Hier. Ja. Wat zien jullie nu? Nou, dit had je al gezien. Ja, dit zijn eigenlijk de uitdagingen waar wij mee te maken hebben. En dat zijn eigenlijk, het werd net al gezegd, ik vond mooie voorbeelden van Paul. Hij denkt heel erg verlicht naar culturele breedte. Wij zijn allemaal culturele identiteit, maar het kan zomaar zijn dat met wie je in contact treedt, dat daar een hele andere culturele identiteit is. En als je daar elkaar vindt, dan komt er iets tot leven. Dat zie je eigenlijk middenin in dat Lemniscaat, dat een een 8 is. Een traditioneel Lemniscaat gaat altijd één kant op, maar deze heeft bijna alle kanten op staan. Ik vond het een mooi voorbeeld van die jongen die stoel had gefotografeerd, die dus begonnen is met iets te doen. Dus die wordt uiteindelijk geraakt, dus het kan overal beginnen. De uitdaging om iets te maken, maar ook relevant te zijn voor anderen. En samen iets te maken, elkaar cultureel te ontmoeten. Zonder natuurlijk de culturele diepte te vergeten. Als iemand gewoon graag goed trompet wil spelen, moet dat natuurlijk ook kunnen. Dus het hangt natuurlijk samen. Het punt is dat wij als professionals, en dat is de uitdaging waar cultureel vermogen op ingaat, wordt echt misschien te eenzijdig kijken en ons te weinig in dat proces te geven. We gewoon denken van, nou ja, dit is het product wat ik lever, ik lever goede hoorlessen en dat is het. Maar dat is om in de dynamiek te komen.